Ik ben hier in Nieuwkijk en ik ga op bezoek bij Mark. En Mark die heeft zijn zoon Floris aangemeld. En Floris die zingt al van kinds af aan. Floris die werkt in het familiebedrijf om misschien als vijfde generatie het bedrijf voor te zetten. Maar daardoor staat het zingen echt op een lager pitje. En daar vindt vader Mark wat van. Een jaar geleden heeft hij aangegeven dat hij toch zijn toekomst ziet binnen het familiebedrijf. Nou, daar ben ik super blij mee. Maar toch zegt iets me dat er in zijn hart ook nog iets is van, nou, dat zingen, dat is ook super mooi. Dag meneer. Ik ben op zoek naar Mark. Mark. Misschien brengt dit cadeau wat ik hem geef door hem op te geven aan dit programma, brengt hem dat aan het twijfelen, maar dan vind ik dat eigenlijk helemaal niet zo erg. Want als hij kiest voor de muziek, dan is dat super, want dan volgt hij zijn hart. Maar als je kiest voor het bedrijf, dan volgt hij ook zijn hart. En misschien kan hij het combineren. Daar is hij wel. Ha, kijk. En daar is hij. Maar het belangrijkste is dat ik hem dit gun. Dag Mark, Jaap. Hallo. Oh, Jaap. Maar ja, we zijn hier natuurlijk vanwege jouw prachtige video. Ja. Dat je zoon Floris hebt aangemeld. Ja. En ik zou het heel leuk vinden om hem vandaag samen met jou te gaan overvallen. Maar vertel even hoe, wat en waar. Hij kan heel goed zingen. En uiteindelijk is dat echt een passie geworden. Dus elke dag als je die thuis komt van zijn werk, dan gaat hij in de hal staan en dan gaat hij staan zingen. Ja, maar dat zingen staat op een laag pitje nu, op dit moment, door het werk. Ja, dat vind ik eigenlijk wel jammer. Want ik vraag me af of dat je een keus moet maken. Hè? Ja. 2 jaar geleden kreeg ik kanker. En dan verandert je leven. En ik had allerlei dingen, die ga ik nog doen. En zeg maar, de afgelopen 2 jaar ben ik gewoon dingen gaan doen. Als ik vind dat ik iets moet doen, dan ga ik dat doen. Ja. Dus 2 jaar geleden had ik hem nooit opgegeven. Maar nu wel. Dus hij zit in de tweede ruimte. Tweede ruimte? We gaan hem gewoon verrassen. Ja, helemaal goed. Kijk wat hij zegt, kom. Zo'n leuk moment dit. Doe jij eerst even, dan kom ik. Goedemorgen. Goedemorgen. We komen even op bezoek. Boris. Hallo. Hey. Hoi, wat een verrassing. Ja, hallo. Hi. Hoe is het? Goed. Mooi. Goed. Jij denkt, wat gebeurt hier? Ja, ik denk schrik wel een beetje, nee. Ja. Kom er even bij, Mark. Ja, want jij denkt natuurlijk, ja, waarom zijn jullie hier? En dat heeft eigenlijk allemaal met een actie van jouw vader te maken. En misschien kan je zelf even het beste vertellen. We waren in Londen en naar een aantal musicals aan het kijken. En toen zei je tegen mij van, nou, ik zou wel eens wat professionele begeleiding willen hebben. Ja, klopt. En ik zag een oproep voor 3 Minutes of Fame. En ja, ik ben zo brutaal geweest om een filmpje op te sturen. Ja, en dit is wat er dan gebeurt. Dus ik hoop dat je het leuk vindt. Ik denk dat je het ook super spannend vindt. Zeker, heel spannend. Dus ik denk dat het iets heel moois is om je professioneel te laten begeleiden. En zodat je talent nog verder kan ontwikkelen. Eigenlijk is het de bedoeling dat jij 3 minuten de tijd krijgt op een groot podium voor een groot publiek. Je kan alles helemaal bedenken hoe jij het wil. En het lijkt ons heel tof als jij daaraan mee zou willen doen. Dus wat zeg je? Doe je mee? Zeker, ik doe zeker mee. Kijk, goed man. Top. Heel fijn. Dat vind ik heel fijn om te horen. Ja, hey. Lief joh, super. Mooi joh. Gaan we echt doen. Top. Echt, ik schrik er wel heel erg van. Ja, snap je. Echt totaal niet verwacht, maar ja, zeker heel graag. Ik doe heel graag mee. Leuk. Ik neem het hier wel over, joh. Ik zie al dat ik dit makkelijk kan. Kijk, ik zal even wat dingen intekenen hier. Jeez, dit is toch echt hogere wiskunde, jongens. Hier begrijp je toch helemaal niks van. Ik zal lekker gaan zingen, man. Hey, ik ga er iets moois van. Mooi, joh. Ja, ik vind het wel moeilijk, maar wel hartstikke leuk. Mooi. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Nou, op 3 Minutes of Fame, hè? Ja, op 3 Minutes. Ja. Yo, Floris. Hey. Hey, hoe is het ermee? Ja, goed. Ja? Veel aan het oefenen. Lekker, hè? En ik ben heel benieuwd, want waar heb je uiteindelijk voor gekozen om te gaan zingen? Wat ben je aan het oefenen? Ik heb uiteindelijk gekozen voor het nummer Bring Him Home van Les Miserables. En waarom die?
Ik heb eigenlijk dat nummer gekozen omdat het voor mij gewoon best wel een speciale betekenis heeft. Zeker ook in combinatie met natuurlijk de ziekte van mijn vader. Het heeft wel veel met emotie te maken en het roept ook wel veel emoties bij mij op, het nummer. Maar eigenlijk ook juist daarom denk ik dat het ook zo mooi is om dat te kunnen doen. Waarbij mijn familie erbij is en dus ook mijn vader. Maar wat tof. Mooi om te horen dat je het ook zo serieus neemt. Want het is gaaf. Het is 3 minuten, maar wel voor heel veel mensen op televisie. Dus ja. Ik vind heel goed dat je het zo serieus neemt. Leuk. Ja, zeker. Hey. Goedemorgen. Hoe is het, jongen? Met jou? Goed je te zien. Ja, goed. Ja, heel leuk. Leuk, man. Hey. Mark, hoe is het? Ja, goed, joh. Geef ook een hey. Hoe zit het met de zenuwen? Ja, nog steeds wel gespannen, maar een gezonde spanning. Hallo. Wat een delegaat. Hoi. Goedemorgen. Hoi. Hi. Oh, hoi. Floris. Floris. Ja, ja. Leuk dat je hier bent. Ja. Leuk, hè? Heel de familie. Wat gebeurt hier? Uit het zuiden. Nou, ik heet ze even welkom. Ja, welkom. En zij gaan zo meteen lekker een kopje koffie drinken, want ze hebben best even in de auto gezeten. Ja. En hij gaat meteen repeteren. Oké, okay, maar dat is wel lekker. Ja, maar dan heb je dat ja, ook ja, heel leuk, maar wel spannend. Heb je dat ook gewoon ja, gehad, joh? Ja, heb je dat gehad, ja. Ja. Dat is ook weer zo. Nou, kijk eens even hier. Jeetje. Hier gaat het allemaal gebeuren. Wat een studio. Vet, hè? Heel gaaf. Hi. Floris. Erik. Hi. Wat tof, zeg. Jongen. Ja, goed. Mooi. Zo. Zijn nou, daar sta je dan, hè? Ja, wat vet, zeg. Ja. Echt ongelooflijk. Nou, er zitten gewoon de gekke muzikanten. Zo. Echt wel de top van Nederland. Ja, ja. Daar ga je heerlijk mee spelen. Dus laat hem gewoon maar gaan repeteren. Ik ken het nummer ongeveer een jaar, zoiets. Dan ben ik zelf naar de musical Les Miserables geweest. Ja, ik weet niet, het komt best wel bij me binnen als ik dan aan die soort momenten bijvoorbeeld met mijn vader denk. Het gaat natuurlijk over iemand die bidt voor een ander om zijn leven eigenlijk te redden, zeg maar. Ja, dan klinkt het heel dramatisch. Maar ja, weet je, het komt wel op enige punten, heeft het wel raakvlakken met elkaar, zeg maar. It's like the sun I might have known. God had granted me a son. The summer days, one by one, how soon they fly on and on. Op het begin dacht ik echt van oké, dit ga ik nooit kunnen. Maar op een gegeven moment ook een beetje gekeken met toonsoorten en dat soort dingen. En ja, ik ben eigenlijk super blij dat ik het mag gaan zingen. Dat is helemaal te gek. Wow, super, super vet. Ja, echt super fijn, echt super fijn. Zo, echt super vet. Echt top, dankjewel. Ja, nou ja, geweldig. Hij snapt ik heb het. Gewoon niet zo heel veel waarvan ik zeg, dat moet heel anders, ja. Nee, juist niet, want... Nee, dit goed. Is, toch? Dit is fantastisch, het is echt goed. Thanks, ja, echt superleuk. Super lief. Gast u. Dankjewel, ja. Dus. Je lijkt ook niet heel zenuwachtig of zo. Nee. Nou. Voel ik ook. Je bent heel relaxed. Ja, ik weet niet. Ik heb een beetje het gevoel dat alles nou een beetje samenkomt of zo. Dus als je nou hier staat en ik mag het nummer zingen wat ik zelf gewoon heel bijzonder vind. En dan die muzikanten erbij. En dan, gaaf, hè? Dan is het cirkeltje een beetje rond of zo. Dat vind ik heel, heel vet. Ik heb er heel veel zin in om zo meteen te mogen gaan optreden voor mijn familie en vrienden in de zaal. Maar ik vind het wel erg spannend. Kijk. Steeds, jongen, nu gaat het gebeuren. We hebben hard geoefend en ik ga gewoon mijn best doen. Hey pap. Maak iets moois van, hè? Gaan we doen. Geniet, hè? Super veel zin in. Zo. Lekker genieten. Gaan we doen. Oké, okay, ik ga aankondigen. Ja. Hey, kom mee. Kom. Komt helemaal goed. Let's go. Alle vertrouwen. Hey. Geniet. Hij gaat nu beginnen, denk ik ook. Nu is het wel heel echt, hè? Zo. Ja, die kan ik niet meer terug, hè? Nee. Dat wilde hij ook niet meer. Maar dat wilde hij ook niet. Nee, joh. Zenuwachtig? Gespannen. Gespannen. Misschien wel het mooiste cadeau wat je ooit kunt krijgen. Je zou maar zo'n vader hebben. Een vader die de verloren passie van zijn zoon weer wil aanwakkeren door hem aan te melden voor ons programma. En dan kiest Floris ook nog een lied waarbij ze samen bijzondere herinneringen delen. Met Bring Him Home is hier Floris. Zit en genieten.
Jezus. Alles perfect, hè? Alles goed, hè? Alles goed, hè? Alles goed, hè? Zo moeilijk, Noah. Bring him home. Bring him home. Oh, sorry. Heet je, man. Bring him home. He's like the son I might have known. If God had granted me a son, the summer. Waanzinnig! Kijk zo! Ja! Dat je! Hey. Dankjewel. Was het goed? Ja, Schozen, was het goed? Ja. Hallo, hè. Ja. Waanzinnig. Dankjewel. Echt waanzinnig. Een hele trotse papa. Ja, super, ja. Jongen, hè? Ja, het was echt top. Het was kippenvel. Echt. Super bedankt voor alle hulp, jongen. Top. Jij bedankt. Echt waanzinnig. Ja, echt. Yes. We hebben het weer voor. Hey. Zo. Het lijkt net hemels hoe die zingt. Ja. Er zijn er nu gewoon niet zo heel veel zoals jij. Ja. Dat is heel bijzonder. Dank je wel, man. Echt super lief allemaal. Als jij niet ergens zo'n rol krijgt of zo, dan, ja, dan snap ik het ook niet meer. We schrijven gewoon een musical om je heen. Ja, ja.